Je zult als kind maar moeten opgroeien in een sloppenwijk of op straat. Leven in angst, onzekerheid, hongerig, vaak alleen en zonder uitzicht op een toekomst. Je ouders zijn verdwenen of leven niet meer. School? Spelen? Rennen? Lachen? Niets van dat alles. Leven onder erbarmelijke omstandigheden. Slapen op een stukje karton en zwerven op straat. Zonder hulp is dat het lot dat veel kinderen in sloppenwijken treft. Wereldwijd wonen 100 miljoen kinderen in sloppenwijken. In Vijayawada in India slapen elke nacht honderden kinderen op straat. Ze hebben geen ouders die voor hen kunnen zorgen. Niemand die hen beschermt of te eten geeft. Pradeep verdient ongeveer 70 cent per dag met het zoeken en verkopen van bruikbaar afval in de stinkende hopen die op straat liggen. Puur om te kunnen overleven. Maar dat is niet het enige. De kinderen lopen ook enorme risico's. Cordate Kinderstem zet zich iedere dag opnieuw in om kinderen over de hele wereld te helpen. En werkt wereldwijd samen met lokale hulporganisaties om ervoor te zorgen dat kinderen een toekomst krijgen. Zoals in Cameroen, waar Roger al op zijn 10e in een regelrechte nachtmerrie belandde. I was too crying in the rainy season because there was no place to sleep, mosquitoes. I have malaria. Rain, I was walking under rain. Crying that somebody should help me, but there was nobody. Huilend over straat lopen en om hulp schreeuwen. Een jongetje van net 11. Maar er kwam geen hulp. Wel politie die de kinderen ophielp en in de gevangenis zette. Ook Roger. Een kind in de gevangenis is voor Cordate Kinderstem onacceptabel. En daarom zorgde zij ervoor dat Roger zo snel mogelijk een eerlijk proces kreeg. Dankzij de inspanningen van Cordate Kinderstem werd Roger vrijgesproken. En werd hij opgevangen in het tehuis PK Venkatre. Daarmee begon voor hem een totaal nieuw leven, ver weg van de straat. When I came out, the way I looked places, it was just like paradise. I said I was a free man. I said that let me go to PK Venkatre. I will go to school. Waar ik nu sta, is het groen. Stil, ik hoor krekeltjes. Dit is een veilige plek, ruimte, rust. We zitten hier 24 mijl van de stad af, in een shelter. En deze plek heet Venkatre, wat 24 letterlijk betekent. En kijk hier, hier kunnen ze naar school alvast een beetje voorbereiden. Ze krijgen les, ze leren een beetje wat discipline is, want dat hebben ze nodig dadelijk op school. Ja, yeah, ik go in classes and I have shelter where I can eat and have a nice bed to sleep. Over de hele wereld geeft Cordate Kinderstem kinderen zoals Roger een toekomst. Ook in India gaan partners van Cordate Kinderstem de straat op om kinderen te helpen. Ze van de straat te halen en een toekomst te bieden. Ik heb 20 minuten gereden vanuit die vreselijke stad en toen kwam ik hier. Dit is een oase, dit moet je bijna voelen door het beeld heen. De rust hier, de ruimte voor kinderen om te spelen. Ze hebben een bed, ze krijgen te eten, ze mogen douchen. En ze mogen hier gewoon studeren, ze krijgen hier les. En wie wil dat nou niet? Ik kan kochin tarata, najion kochin tarata. Time ko aharam ostundi. Edanta adi ostundi, ikkada chala santoshanga undi. Dit jongetje bij mij op school is in slaap gevallen, maar
Ik kwam hier net binnen en hij is niet de enige. Dit is echt zo hartverscheurend voor mij. Jongetjes van 5, 6 jaar die hier zitten. Ik dacht echt, hè, zijn die op straat gezet? Gewoon gedumpt door hun ouders? Maar goed, het geweldige is dat ze nu hier zijn en ze zijn opgevangen. Hier zijn ze veilig. Dan mogen hier lekker naar school en kind zijn en dus in slaap vallen bij mij op schoot en niet bang hoeven zijn. Dat is fantastisch. Echt fantastisch wat hier gebeurt. En dat is allemaal dankzij Kinderstem. Ik ben zo trots dat ik ambassadrice ben van Kinderstem, want dit project is mede daardoor ontstaan. Samen met lokale hulporganisaties zet Koordate Kinderstem zich iedere dag in om te zorgen dat kinderen over de hele wereld krijgen waar ze recht op hebben. Een gezonde maaltijd, een veilige slaapplaats, onderwijs, hygiëne en een plek om te spelen. Zodat de kinderen zich onbekommerd kunnen ontwikkelen tot krachtige individuen die voor zichzelf en anderen op kunnen komen. Advice that I want to give to the boys is that it is not the street who change people. It is someone who helps you that you can change your life. Koordate Kinderstem helpt kinderen in sloppenwijken. Hey, are you happy? Are we here? Happy? Yes. Happy. Okay. En daarom help ik mee. Helpt u ook mee?